Ja, voorzitter, op dit punt. Het woord pandemie zegt het al, het is iets wereldwijds. Mevrouw Agema zegt ook, wij hebben best een aantal zaakjes goed op orde. En zou het niet zinvol zijn als je dan, om zo'n pandemie, iets wat wereldwijd is, ook wereldwijd beter te kunnen bestrijden, als je dan allemaal afspraken met elkaar maakt, hoe je dat dan beter kan voorkomen en hoe je daar dan beter zicht op kan houden, hoe zo'n virus zich ontwikkelt en wat je daar eventueel tegen zou kunnen doen. Zou dat op geen enkele wijze zinvol zijn, volgens mevrouw Agema? Nou ja, wat ik zeg is, wij hebben dan misschien wel het mechanisme en de surveillance op orde en de monitoring. Maar al het andere toch niet, wilden we weer bussen of beweren. Het was ieder voor zich. En we waren overgeleverd aan woekerprijzen. En we waren overgeleverd aan verkeerde opvattingen over de karakter van het virus. En het heeft ongelooflijk veel risico's hebben we daardoor gelopen. Juist omdat wij niet de beschikking hadden over voldoende beschermingsmiddelen. Zijn er ook, dat heeft de OVV ook geconstateerd, verkeerde richtlijnen uitgestort over onze medewerkers, waarvan we met z'n allen weten dat degene uit de eerste golf allemaal ook nog een groot deel daar nu nog problemen mee heeft. Amendement daarvoor hebben kunnen we ons recentelijk nog herinneren. Dus nee, we hebben het niet goed op orde en mijn pleidooi is, heb het nou eerst zelf de boel op orde. Ja, voorzitter, op zichzelf snap ik best het pleidooi van mevrouw Agema dat je zegt, nou, wij moeten zelf ook lessen trekken uit de coronacrisis. Dat doen we ook, hè, middels bijvoorbeeld die OVV-rapporten. En dan is er nog best wel wat verbetering aan te brengen in Nederland zelf. Ik denk dat dat heel zinvol is om dat te doen. Maar sluit dat dan uit dat je zegt, we willen het internationaal, want we hebben het over pandemieën, iets wat per definitie internationaal is, ook wat beter onze zaakjes op orde hebben. Sluit dat elkaar uit, zegt mevrouw Agema eigenlijk. Nou, toen we in het oog van de storm lagen, toen hebben we wel kunnen zien dat dat iedereen voor zich was. De Italianen die gaven hun mondkapjes niet. De Duitsers die hielden de beademingsapparatuur voor zichzelf. Er ontstonden woekerprijzen, want ja, het zijn particuliere eigendommen, die beschermingsmiddelen. Dus het ging gewoon helemaal niet goed. Dus ik denk ook dat het meer droom dan werkelijkheid is om met de hele wereld of met 194 landen dit goed te gaan organiseren. En dan vind ik ook dat je je aandacht niet goed gelegd hebt. Want we zien eigenlijk nu, 4 jaar na de start van de crisis, ruim 4 jaar na de start van de crisis, dat wij onze zaakjes nog niet steeds niet op orde hebben. Dat bij een volgende gezondheidscrisis Nederland nog steeds ook kwetsbaar is. Ja, tot slot dan, voorzitter. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zegt mevrouw Agema, ik vind het, we moeten eerst onze eigen zaakjes goed op orde hebben. En alles wat we internationaal regelen, ja, daar geloof ik niet zo in dat dat kan bijdragen aan bijvoorbeeld het voorkomen van een virus. Dus bijvoorbeeld dat we afspraken maken over dat je beter zicht kan houden op hoe een virus zich ontwikkelt, of dat er ergens een virus ontstaat, dat je daar dan goede uitwisseling van gegevens over hebt, hè, zodat je misschien snel kan ingrijpen. Zeg mevrouw Agema, ja, dat vind ik eigenlijk niet zinvol. Daarom ben ik hier niet zo'n voorstander van. Nou, dat niet alleen. Ik heb een heel aantal argumenten gegeven waarom ik er geen voorstander van ben. We hebben het gewoon gezien. Op het moment dat de nood aan de man is, is het ieder voor zich. En dan moeten we onder ogen zien. En ik zie alleen maar een regering die op internationaal niveau met de Wereldgezondheidsorganisatie of op Europees niveau als het gaat om de beschermingsmiddelen en geneesmiddelen, maar niet op nationaal niveau handelt. Ik zou dat graag zien, dat wij op nationaal niveau de cruciale beschermingsmiddelen, apparatuur, geneesmiddelen produceren en beheren. Dank u wel. Voor de volgende.